en welkom bij een nieuwe vlog. Hierop is Ultrex, de enige echte. Ik heb even een mededelingje, even weer een kleine vlog. Ik ga donderdag niet naar Feyenoord tegen FC Groningen. En dat heeft nogal een reden. En de reden is eigenlijk, dat is de enige reden die er is. De wedstrijd begint om 9:15. Ik moet de andere dag, vrijdag, gewoon weer werken. En als ik daar naartoe ga, dan ben ik pas om 12:00 thuis. Dus ik laat deze keer even een wedstrijdje schieten. Betekent ook dat er dus geen vlog zal zijn van Feyenoord FC Groningen. En helaas, het is even niet anders, maar het zit qua tijd, zit het echt even op een, het is echt even een verkeerd tijdstip op het verkeerde moment. En als het pas om 9:15 begint, ben ik pas om 12:00 thuis en het is echt hartstikke laat. De andere dag moet ik gewoon weer werken. Dus dat ga ik qua tijd ga ik het niet redden. Ik ga dat thuis kijken. Lekker lui op de bank. Lekker voor de warme kachel. Dan ga ik lekker de wedstrijd toch kijken. Maar ik zal er dus geen vlog van maken. Daarom dus even deze mededeling ook in deze vlog. Dat, dat het dus niet door, dat deze wedstrijd dus niet online komt. Dan heb ik nog wel een leuk ding, want ik vind altijd als je wat minder leuks hebt, moet je ook weer wat leuks voor terug doen. En dat is zaterdag of zondag ga ik naar Rotterdam. Waarom ga ik naar Rotterdam? Rotterdam. Ik ga een kijkje nemen bij de metro. De metro. De metro bestaat 50 jaar. 50 jaar metro in Rotterdam en het metrostel 5024 van de allereerste metrotype die staat te bewonderen bij metrostation Blaak en daar wil ik dus een vlog van gaan maken. Die vlog die zullen jullie ook zien. Ik weet niet of het al dezelfde dag is, maar in ieder geval komt daar dus een leuke vlog over, terwijl ik gelijk even de computer even aanzet. Een leuke reportage wil ik ervan maken. Hartstikke gaaf, hartstikke leuk. En ik heb er gewoon zin in om daar een leuke vlog van te maken. Dus die zal er zeker weten komen. Dus hou vanaf van het weekend even het YouTube kanaal van mij in de gaten. En dan kunnen jullie binnenkort daar de nieuwe vlog zien, een nieuwe vlog en dat zal helemaal gaan over 50 jaar metro in Rotterdam. Ja, in Rotterdam. Echt wel. Dus dat is wel hartstikke leuk. Ik zal het oude metrostel, zal ik ook gaan filmen. Ik hoop dat de binnenkant, dat daar iemand is. Dus dat ik ook binnen kan filmen. In ieder geval zal ik het metrostel zal ik in ieder geval buiten filmen. En ik zal er wel nog wat dingen over gaan vertellen. Dus dat is wel ontzettend hartstikke leuk is dat. Een halve eeuw alweer. Ik heb vroeger altijd in die metro gezeten. Toen ik naar school ging. En toen ik nog klein was. Altijd met mijn ouders altijd naar... met mijn moeder vooral altijd naar Zuidplein, lekker winkelen, boodschappen doen. Dus die metro, is toch wel een historische metro voor mij. In de jaren 90 heb ik heel vaak in die metro gezeten, toen ik naar school altijd ging en zo. Dus ik ken die metro eigenlijk van binnen en buiten. Ik heb daar heel veel mee gereden met, met dat type metro, type M. Ook wel Emmetje werd die metro genoemd. En is gewoon hartstikke leuk. En daar ga ik een leuke vlog over maken.
Ik ga het dadelijk nog eventjes lekker GTA spelen. Deze vlog die zal pas morgen online komen. Dus als jullie deze vlog nu zien, dan denken jullie, hey, deze vlog zal morgen online komen. Juist, ik heb deze vlog gisteren opgenomen. En die ga ik dus morgen pas plaatsen. Want ik heb ook nog de vlog van het koken die gisteren geweest is. Dus vandaag. En ik ga dadelijk nog even lekker livestreamen. Gisteren is er niks van gekomen omdat ik moe was. En ik was in slaap gevallen. En vandaag ga ik toch wel weer even leuk even GTA streamen. Dus dat is ook wel hartstikke leuk. Dus ook een hele leuke site is er trouwens. 50jaarmetro.nl. Echt een hartstikke leuke site. Moet je echt even een keer een kijkje op gaan nemen. Dit is het adres. 50jaarmetro.nl. Echt hartstikke leuk. Er staan ook hele oude foto's op en zo. Echt leuk om te bekijken. Want er staan echt hele oude foto's op van het hele begin, de jaren 90. Toen nog het type M en het type T nog reden. Dus dat is echt hartstikke leuk om daar een keer een kijkje te nemen. Nou, vandaar dus deze vlog. Hou het YouTube kanaal dus natuurlijk in de gaten. Want binnenkort dus de 50 jaar Rotterdam. 50 jaar metro in Rotterdam vlog hier op It's Ultrex. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk op het belletje, worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen nog maar zeggen, doei, de groetjes. En ik spreek jullie allemaal heel snel weer bij de 50 jaar metro in Rotterdam vlog. De groetjes allemaal en jullie weten het allemaal. Skabadi, skabadoe, skabadabadoe. Paf.